denk dat discriminatie, als het je overkomt, heel kwetsend is. Een enorme knak kan geven ook in je zelfvertrouwen. Ik heb jongeren gesproken die enorme best hadden gedaan op school. Goede opleiding afgerond. Eigenlijk alles helemaal goed hadden gedaan. Een mooie brief geschreven. En die toch merkten dat ze geen eerlijke kans kregen. Dat is toch een heel lastig probleem, blijkt in de praktijk. Want inderdaad, ik hoorde laatst ook een verhaal van iemand die was echt op het verkeerde pad. En die wilde toch de goede kant op. Deed een opleiding, maar kon daarna geen stage vinden. Dus kon zijn opleiding niet afmaken. En die dacht van, nou ja, dan ga ik wel weer in het criminele milieu zitten. Want dat werkt blijkbaar wel. Ja. Het moet toch somber maken als u dat soort verhalen hoort. Nou ja, het mag, als je geen stage kan vinden, kan natuurlijk nooit een excuus zijn om de wet te gaan overtreden. Maar het kan wel heel demotiverend werken. En dat vind ik ook eerlijk gezegd een belediging voor al die jongeren en die volwassenen die ondanks vooroordelen en discriminatie door hebben gezet en wel geslaagd zijn. Ja, dat is echt, als je dat zou goed praten, dan misken je al die mensen die ondanks die tegenwind wel slagen. Maar de andere kant is er ook. Het is ongelooflijk frustrerend als het je overkomt. Het kan een krenking opleveren in je zelfvertrouwen, het gevoel dat je niet meetelt. Vandaar dat ik ook vind dat we als overheid heel streng moeten zijn. Je moet streng zijn tegen mensen die zich misdragen, maar ook streng tegen mensen die discrimineren. In de toekomst, als die wet door de Kamer is aanvaard, krijgen bedrijven die hebben gediscrimineerd geen opdrachten meer van de overheid. Dat zal niet in tientallen gevallen per jaar bewezen zijn. Nee. Maar het is wel heel belangrijk dat je een grens trekt en dat je laat zien, als jij je best doet, als jij je inzet, dan heb je recht op een eerlijke kans.